Bizar, Quisenberry, Dickerson en Stolk en Hoeve. Dat zijn de vijf bij de Hammers. Die Dijk. De eerste bal op de... van de wedstrijd. Dit was die geweldige dunk gelijk aan het begin. Ja, te weinig aan van de rebound daar, want Kozak kwam wel een beetje naar binnen gewandeld. Maar dat was zeker niet effectief voor... Kijk, daar is een heerlijke dunk, zeg. Daarvoor volgens mij ook al een moeilijke layup proberen te maken. Dit schotje daar ook weer. Oh, dat is dan een makkelijke dunk. Dit is echt veel en veel te gemakkelijk. Ja, als je dat soort schoten ook heel goed maakt, dan speelt hij ook niet meer bij de Hammers. Met alle respect. Ja. Oh, net niet. Goeie aanval. Ja, mooi gespeeld. Pick and rolletje en insnijdende man. Ja, maar zeker mooi gespeeld. Mooi gespeeld. Dat is goed verdedigd van Quisenberry. Ja, en dan de dunk en de fout. De hele wedstrijd door effectief was. Daarom werd hij ook topscorer. Goeie paas. Schitterend gespeeld. 32-39, nog een dikke minuut te gaan en Toomba die de bal die afrolt en weer een N1 creëert. Het is Koen die zijn derde fout pakt, denk ik. Ja, hij kwam met een blessure, dus ja, ik wil ook even weer het gevoel krijgen. Dus kijken we naar een hartstikke leuke wedstrijd en weer een N1. Oei, oei, oei. Daarmee gaan we de tweede helft beginnen en een voorsprong van 8 punten voor Luik. En het balbezit voor Luik. En Dickerson die helemaal zoek gespeeld wordt. Ja. Uit verschil 5 Dickerson, nog 5 seconden te gaan. Dan moet Dickerson zelf. En dan is weer een reactie lekker. En de fout ook. En een one. En daar ben ik zelf ook enorm enthousiast van. 2-1. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ja, het is natuurlijk heel spectaculair om te zien. Maar vooral schandalen verdedigd. Ja, we hebben beide teams hun runs al een beetje gehad. En nou zou het wel heel leuk zijn voor ons allemaal dat het een beetje een spannend potje gaat worden. En dat wordt het nu ook. Want ik kan maar gooit er gewoon een 3-punt erin. Mag je sowieso van geluk spreken dat je nog in de wedstrijd zit. Ja. Goed verdedigd hoor. Hele knappe bal. Nog een beter aanvallen. Wat een speler. Met de loppaas, die is toch niet te bereiken. En Trafontein die is te laat. Toch een schot krijgt. En... Zo. Nou, we gaan verlengen. Ja, gewoon... Loyaal naar het team, altijd klaar om hard te werken. Dit is dan jammer, want ja, hij moet er niet zo dicht op gaan staan bij de middenlijn, Koen, want dat is gewoon... Dickerson, Quisenberry. Koen die bal, ja, of ja. Tim is dit, sorry. Dit is wat hij kan, ja. Ja! Heel goed, Tim. 19 punten voor de Dickers, die wordt samen met Anosike topscorer. Eindstand 86-91, helaas. Helaas, pindakaas. Volgende week zijn we hier weer dan voor de Nederlandse play-offs. Tegenstander nog onbekend op dit moment.